Waarom doe ik dit? Omdat ik jullie wil laten voelen en ervaren wat het doet om uit te besteden, om een team te bouwen, om samen te gaan werken met mensen. Want het lijkt simpel. Ik zat in Amerika begin van dit jaar, zelfs nog tot begin van de nacht te werken, omdat het uiteindelijk allemaal in de soep liep. Mailtjes werden verkeerd verzonden, klanten werden niet goed opgevolgd, planningen klopten niet, overzichten klopten niet. Ik heb echt bijna letterlijk staan janken in Amerika van Jezus, waarom werkt het nou niet? En dan kun je misschien denken, dat ligt aan hun, maar dat is het niet. Het is echt gebrek aan leiderschap. Want de schuld afschuiven is heel makkelijk. Maar een goede leider heeft alles onder controle. Op het moment dat er iets niet goed gaat in je team, zitten ze of niet op de juiste plek, of jij bent geen krachtige leider. Ik geloof dat iedereen kwaliteit heeft, maar je moet ze wel juist inzetten. En dat is wat ik ook altijd zeg in mijn team. Moet je iets doen wat je niet leuk vindt, alsjeblieft zeg het mij. Want ik ben er niet bij gebaat en jullie ook niet. Want dat is niet waarvoor we het doen. Werk moet leuk zijn. Ik heb echt gejankt dat het zo mis is gegaan, dat ik echt heb geleerd om de regie te pakken. En daarmee bedoel ik niet dominant zijn. Daarmee bedoel ik niet zo, want vraag maar aan mijn team, we staan zo. Maar ik ben wel heel duidelijk in wat ik wil, wanneer het af moet zijn, hoe het gedaan moet zijn. Maar ik controleer ook nog heel erg veel. Want vertrouwen is goed, maar controle is beter. Ik geloof echt dat we met dit team naar 1 miljoen gaan groeien en nog verder. Omdat de basis nu is gelegd. En de pijn die ik toen heb gehad, heeft ervoor gezorgd dat ik een veel sterkere leider ben geworden. Want mijn team functioneert nu op een excellent niveau. Waarom? De juiste mensen zitten op de juiste plek.